Abra Cadabra. Hocus Pocus Pilatus. Poef, waarom kijk jij zo droef? Je hoeft niet droef te kijken, want hier is een nieuwe video. En dit is de tweede keer dat ik deze video opneem. Ik heb gisteren ook deze video opgenomen op zaterdag. Maar mijn haar zat niet goed. Dus ik doe het nu nog een keer, want ik ben heel ijdel. En welkom in week 43. Ja, het gaat heel snel, week 43 alweer. Maar het gaat natuurlijk heel snel als je begint in week 41. Dan is het snel, week 43. En deze week was voor mij in ieder geval de week van de spelling. En waarom was het de week van de spelling? Dat ga ik je zo vertellen. Maar om te beginnen, spellen is een interessant woord. Want het doet mij ook een beetje denken aan toveren, aan magie, aan abracadabra. En als jij in het Engels spreekt, dan heb je natuurlijk een magic spell. In Nederlands is een magic spell een toverspreuk. En spreuk is het zelfstandige naamwoord, het substantief van spreken. Ik spreek de spreuk. Een toverspreuk is dus iets dat jij zegt om te toveren, om magie te beoefenen, om iets magisch te doen. Want spellen en spreken is iets creëren uit niets. Eerst was er niets en jij maakte woorden in je hoofd, of waar jij de woorden maakt, ik maak ze in mijn hoofd. En dan spreek je ze, ze komen uit je en nu is er iets nieuws en dat is een beetje magisch. En het was ook de week van de spelling, omdat we deze week zagen dat je heel goed moet oppassen met spelling, dat spelling belangrijk is. Want er was heel weinig grappigs in het nieuws deze week. Er was niet veel grappigs. Maar ik moest toch een klein beetje lachen toen ik zag dat de Franse politie een taco-restaurant is binnengevallen omdat een van de lichten niet werkte. Ja, en je moet ook geen taco's verkopen in Frankrijk. Taco's komen helemaal niet uit Frankrijk. Die komen uit Spanje. En verder was het ook de week van de spelling, omdat mijn studenten een grote toets hadden. En dit zijn niet mijn NT2 studenten, mijn buitenlandse studenten die Nederlands studeren als tweede taal. Dit waren mijn NT1 studenten, dus Nederlandse studenten. Want ook voor Nederlandse studenten kan Nederlands heel moeilijk zijn. Om een voorbeeld te geven, als jij bijvoorbeeld in de dierentuin, hier in Amsterdam is dat Artus, een grote rots hebt, een grote steen met veel apen daarop, noemen wij dit de apenrots. Apenrots, er zijn veel apen op deze rots. Maar als jij heel trots bent, omdat jij iets goeds hebt gedaan, dan kun je zeggen dat je apetrots bent. Zo trots als een aap. En ik weet niet wat apen hebben om trots op te zijn. Ik weet niet waarom apen zo trots zijn, maar dat zeggen we en dan is het apen trots, niet apen trots. En waarom? Omdat aap trots klinkt niet, dus daar zetten wij een e tussen. En dit komt eigenlijk van het verschil dat een apenrots, apen en rots zijn twee verschillende woorden, maar in apen trots maakt apen trots sterker en daarom geen en. Daar zetten wij geen en tussen. Net als bijvoorbeeld beren lekker. Zo lekker als een beer. Beren goed, zo goed als een beer. Beer is ook een woord dat iets sterker maakt en het is altijd positief. Ik zeg bijvoorbeeld niet dat was beren vies, nee, maar het was beren lekker. En ook niet beren. Want een berenrots is een rots waar beren... Nee, oké. Ik denk niet dat beren samen veel op een rots zitten. Zeker niet in Artis. Maar als één woord het andere woord sterker maakt, dan komt er dus geen en tussen.
Hier nog een paar voorbeelden van woorden die sterker gemaakt worden door de eerste helft. Reuze leuk, heel leuk. Boordevol, heel vol. Reten slim, heel slim. Steken blind, heel blind. Pikken donker, heel donker. En apenrots heeft een N omdat apen rots niet sterker maakt. Maar dit kan alleen als het woord in de pluralis geen S kan krijgen. Aap, apen, huis, huizen. Dus huizenmarkt krijgt een N. Droom, dromen, dus een dromenvanger. Maar seconde kan een S krijgen. Secondus, dus seconde wijzer. Lade, lades, ladekast. Maar goed, dat is dus ook voor Nederlanders heel moeilijk. En wie was er deze week niet berensterk? Dat was onze koning Willem-Alexander. Waarom was hij niet berensterk? Nou, hij was in het nieuws omdat er deze week een enquête was, een lijst vragen onder veel Nederlanders over wat ze van het koningshuis vonden, wat ze van de koning vonden. En maar 50% van de Nederlanders zei dat Willem-Alexander goed werk doet. De andere helft vindt van niet. En Willem-Alexander en zijn familie zijn op dit moment niet super populair. En dat is al sinds een paar jaar, sinds er een paar dingen zijn gebeurd. Bijvoorbeeld tijdens de lockdown konden we nergens naartoe, maar de koning ging met zijn familie met het vliegtuig lekker naar Griekenland op vakantie. En dat vonden veel Nederlanders niet leuk. En we krijgen binnenkort nieuwe verkiezingen van politieke partijen. En zij hebben nu hun programma. Zij laten weten aan de mensen wat willen wij voor Nederland. En een van de grootste partijen, dat is PvdA GroenLinks. Dat zijn eigenlijk twee partijen die sinds dit jaar samen gaan. Zij willen de monarchie afschaffen. Dus afschaffen is officieel stoppen met iets. Zeggen, dit doen wij niet meer. Dit bestaat niet meer. En het is voor het eerst sinds, ik weet niet sinds wanneer, maar voor het eerst dat een grote politieke partij zegt, weg met het koningshuis. En dit kunnen zij alleen zeggen omdat zij weten dat veel Nederlanders ook zo denken. Verder vinden veel mensen de monarchie ook niet modern genoeg en elk jaar gaat er veel geld naar de koning en zijn familie en mensen willen deze miljoenen graag voor iets anders gebruiken, om bijvoorbeeld docenten meer te betalen. Gelukkig heb ik nu ook een Patreon voor de podcast. Als jij naar de podcast luistert, word lid van de Patreon-familie via de link. Dan krijg jij per maand niet twee, maar alle vier podcasts en de transcripties op een speciale PDF met een lijst moeilijke woorden en wat nog meer, een oefening over deze woorden. Heel leuk en niet duur, het is €3. 3 euro per maand. Dus als jij naar de podcast luistert, kom bij de Patreon-familie. Maar de koning dus, als hij geen koning meer is, wat gaat hij dan doen? Misschien kan hij leuk in Griekenland wonen. Daar gaat hij graag naartoe, begrijp ik. Wat denk ik? Ik weet het eigenlijk niet. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik ooit een kans heb gehad om de koning te ontmoeten. Toen ik in Japan woonde, kreeg ik een uitnodiging van de ambassade om te lunchen met de koning. Ja, niet ik en de koning, maar met een groep mensen, een groep Nederlanders die daar in Japan woonden, konden wij ons aanmelden voor een grote lunch op de ambassade met de koning. En dan kon jij de koning zijn hand schudden en zeggen, dag zijne majesteit, want jij moet heel formeel zijn als jij met de koning praat. Daar zijn speciale etiquettes voor. Daar krijg jij instructies voor, voordat je de koning ontmoet. Maar dit was een uur met de trein van mijn huis en daar had ik geen zin in, want ik was een beetje moe, want ik werkte heel hard.
want ik was docent. Maar een vriend van mij is wel gegaan. En hij vond het heel leuk, maar hij was wel een beetje nerveus. Dus van tevoren had hij, voor het evenement, had hij een paar biertjes te veel gedronken. En toen hij uiteindelijk de koning zag, wist hij niet meer wat de etiquette was. En zei hij niet, dag zijn majesteit, goed u te ontmoeten. Hij zei, hey koning, alles goed. En gelukkig is Nederland een informeel land en kon de koning er ook om lachen. Deze vriend van mij is natuurlijk niet meer uitgenodigd op de ambassade. Maar dat de koning erom kon lachen, maakt de koning eigenlijk ook wel sterk. Misschien zelfs berensterk. En als hij berensterk is, mag hij van mij in Nederland blijven. Graag gedaan. Dat was mijn week. Hoe was jullie week? Vergeet niet te liken en te subscriben. Vergeet niet te subscriben. Vergeet niet te subscriben. En ik hoop je volgende week weer te zien. Tot dan. Doei!